Dinsdag 30 augustus, dat betekent dus morgen nog één dagje en dat we dan dus aan 1 september zitten. En dat betekent dus terug naar school gaan. Dat moet gebeuren. Ja, het is waar, het moest er ooit aankomen. Op zich vind ik het nog niet zo erg, want ik ga beginnen aan derde jaar humane wetenschappen. Iets wat ik minder tof vind, is dat die stapel boeken op mij te wachten ligt. En ja, dat is nu allemaal een beetje organiseerwerk. Ik zal het eens overlopen anders. Een klimaatkaart van aardrijkskunde. Een beetje. Twee dikke, dikke woordenboeken van Frans-Nederlands en Nederlands-Frans. Dus ja. Geschiedenis, Historia 3, voilà. Staat er allemaal in. Oei, huwelijk, seksualiteit en liefde. Oké. Kan nog interessant worden. Digit, dat zal informatica zijn. Ik heb een paar nieuwe vakken en informatica zit daar dus tussen. Fysica vandaag, ook een nieuw vak, fysica. Wiskunde. Oké dan. De gelijkvormigheidskenmerken van driehoeken. Goed om te weten dat we dat gaan leren, zeg. En ja, we gaan ook een strip mogen lezen. La Galère d'Obélix. Voilà. Over wat zal dat gaan? Ja, La Galère d'Obélix dus. Wow, dat is nog wel leuk om eens te doen misschien. Maar dus eigenlijk ja, 1 september, we moeten er altijd even door. Hoe dik is mijn stapel eigenlijk? 17,5. En dan nog, dan nog dat erbij. Ja, dat is toch een beetje, hè. Maar ja, het moet dan maar. Nu ja, op zich, ik word ook in een nieuwe klas gestoken en zo. Dus allemaal nieuwe mensen en zo. Dus op zich, ja. Het moest ooit een keer komen. Maar die boeken ga ik nu nog wel even afblijven.